sinds 2018 betrokken bij het project. Eerste jaren veel voorbereidend werk gedaan om een tijdelijke situatie te maken, zodat het verkeer doorgang kon vinden, zodat wij dit mooie nieuwe werk konden maken. En we gaan nu richting de eindfase. Er zijn altijd uitdagingen in het werk, zeker als je de grond ingaat en je weet nooit precies wat je aantreft. En dan weer het opbouwen en het weer en omgevingsfactoren en bereikbaarheid van de stad, wat altijd zoveel mogelijk door moet gaan. En daar hebben we als team hebben we dat geprobeerd op te lossen. Ik kan alleen maar trots zijn op wat wij met elkaar hebben gebouwd in de afgelopen jaren. En als je met alle hinder voor de omgeving en voor het verkeer wat er is geweest, als je dat nu richting de afronding ziet gaan en echt het eindbeeld en over de hele lengte van het werk, vanaf de oostkant tot aan de westkant, allemaal dezelfde mooie uitstraling. En het is echt een upgrade voor de stad, dus daar ben ik wel trots op. Als je er nu doorheen rijdt, is het al zo'n enorme verbetering ten opzichte van wat het is geweest. Qua bereikbaarheid en uitstraling. En het is, je herkent het er al niet meer van zoals het was. En ik denk dat het echt wel voor de toekomst een hele mooie upgrade is. Nou, zoals de weg er nu uitziet, zoals het nu lijkt, denk ik dat het heel mooi kan worden. Verdiepte ligging, de weg op poten, die is weg, waardoor je mooi wijds uitzicht hebt. Er komt straks een park. Ik denk dat we daar als buurt blij mee kunnen zijn. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel echt wel last heb gehad. Zeker met het intrillen van de damwanden. De kopjes stonden te trillen in mijn kast. En veel geluidsoverlast gehad, dus dat je ook in de zomer niet buiten kon zitten. Nou, als ik kijk naar de toekomst, ben ik ook wel benieuwd naar het geluid van de weg. Hè? Horen we dat nog of niet? Maar hè, zoals ik al zei, ik ben wel heel blij dat er een park komt. Laten we het vooropstellen, het geheugen van de mensen is kort. Als je bedenkt dat we al bijna 3 jaar mogen genieten van de nieuwe op- en afrit bij de Stettinweg en bij de Kielenbocht, ja, dan zijn wij natuurlijk hartstikke blij met wat daar allemaal gebeurd is. Dus in die zin zijn wij heel positief. En als ik kijk naar wat minder, is natuurlijk hebben ondernemers last gehad van de hele ring. Maar over het algemeen, ja, hulde voor de sportieve instelling van de ondernemers. En ik heb heel vaak gehoord van ondernemers: ach, als onze leveranciers bellen, zijn jullie bereikbaar? Dus even een kwartiertje omrijden en dan ben je er. Dus wat willen we? We zijn er blij mee. Groningen mag natuurlijk trots zijn op dat het eindelijk wordt afgerond en ook binnen planning. Dus daar zijn we blij mee. En nog sterker, iedereen is blij verrast met het resultaat wat uiteindelijk opgeleverd wordt. Maar ook wel moet gezegd worden, het is wel veel geweest voor ondernemend Groningen aan de westkant van de stad. We merken dat erg bij de detailhandel en de woonboulevard, waarin de omzetten tot 30% zijn teruggelopen in vergelijking tot andere gebieden. Bedrijven die vestigingen ook hebben in Assen en Hoogeveen zien daar een groei. Terwijl Groningen behoorlijk achterblijft, ook bij landelijke trends. Dus wij zeggen steeds, de weg is pas open als het verkeer weer terug is op de weg. Een bijzonder moment wat we nu meemaken. Eigenlijk na 20 jaar, wat destijds begon bij Karin Dekker, mag ik nu de wethouder zijn die bij de opening van de ring erbij is. En dat het zo goed gegaan is de afgelopen maanden, heeft te maken met alle bewoners die eigenlijk massaal hun auto hebben laten staan. Massaal hebben gekozen voor de fiets of het openbaar vervoer. Dus wat die gridlock, dat het verkeer helemaal vaststaat, dat is gelukkig achterwege gebleven. En dat heeft ook te maken met alle verkeersteams die achter de schermen ervoor gezorgd hebben dat met de verkeerslichten, dossiers, stoplichten, dat het verkeer op een goede manier werd afgewikkeld met eigenlijk beperkte vertragingen tot gevolg. En misschien moet ik het grootste dankjewel ook aan de bouwers van de Ringweg, die met de zomerhitte en met de vorst en met het natste jaar ooit gewoon zijn doorgegaan, dat we dus dit weekend nu dit feestje kunnen vieren. We zijn als Groningers ongelooflijk blij dat de Zuidelijke Ringweg straks klaar is. Het is een fantastisch bouwwerk geworden. Groningen wordt weer toegankelijk.
voor fietsers, voetgangers, ook met de auto, maar dan wel een hele groene omgeving. Hele mooie architectuur, heel veel aandacht aan besteed, kijk alleen maar naar de tunnels. De mooie naamgeving, als je een nieuwe wijk inrijdt. En natuurlijk het Zuiderplantsoen. Dat is toch een doorsnijding van de stad, die wordt nu opgeheven. En ik denk dat we daar eigenlijk heel trots en ook heel blij mee mogen zijn. Ik ben al een aantal jaren betrokken bij de ring, sinds 2016. In het begin vooral voor de realisatie van kunstwerken en de tijdelijke kunstwerken voor de bypass. Zodat we de complete ombouw kunnen doen om de ringweg zuid aan te leggen. De Helpershoorntunnel heb ik onder andere gebouwd van 2018 tot 2020. En daarna ben ik bezig geweest hier met de ontwerp en realisatie van het Julianaplein en de omliggende kunstwerken. We hebben alles gesloopt hier en opnieuw weer opgebouwd. En vooral mijn taak was hier de tunnels opbouw. En de komende jaar ben ik nog bezig met de afbouw van eigenlijk de hele ringweg. Ja, waanzinnig mooi. Hè? Als je kijkt hoe het nou geworden is, wat we teruggeven aan Groningen. Hè? De oude ringweg was, zoals ik het altijd noem, functioneel beton. Je had gewoon betonnen pijlers, betonnen geluidsweringen, alles. En als je nou ziet wat we nou gemaakt hebben, alle kunstwerken die terugkomen in Groningen op het onderliggende wegennet. Alles is mooi weggewerkt met architectonische bakstenen, mooie geluidsschermen. En de mooie concrete walmoten met de fotoafbeeldingen erop. Als je nou ziet hoe groen we alles maken, ik vind het een waanzinnig resultaat, echt waar. Iedereen weet natuurlijk hoeveel perikelen er altijd waren met de ring, ook aan de kant van de opdrachtgeverkant, de uitloop met de planning. En voor mezelf is het natuurlijk altijd, hè, ik ben iemand van realisatie, is het altijd gewoon je schouders eronder en we moeten gewoon het werk klaren. Dat is voor mij altijd de hoofdzaak geweest, dus voor mij was het altijd van de discussies en de problematiek die de directie voert met de opdrachtgever, die houden we weg van de werkvloer. En wij moeten gewoon met elkaar het werk klaren en daar steken wij onze energie in. En als je nou ziet wat als mensen hier nou doorheen gaan, hoe mooi het geworden is, hoe groen en hoe mooi afgewerkt en hoe mooi de kunstwerken ingebed zijn zeg maar, in de stad Groningen zelf. Dan denk ik dat iedereen in Groningen heel blij is met het resultaat. We krijgen een geweldige toegangspoort tot Groningen. Iedereen die naar Groningen komt vanuit de provincie of uit land, ja, die voelt zich straks heel erg welkom in de stad Groningen. En daar hebben we lang op gewacht. Het is een hele uitdagende tijd geweest voor die ondernemers. Na corona hoopten we dat iedereen weer terug ging komen naar Groningen. Nou, door de rondweg, door alle werkzaamheden daar, noodzakelijk, heeft dat op zich laten duren en dat heeft heel veel omzetderving gekost voor die ondernemers. We kijken wel vooruit en we gaan ervan uit dat op het moment als de ring begin september open gaat, dat die bezoekers van buiten de stad met een beetje hulp van een mooi plan van marketing in Groningen, dat die bezoekers weer terug gaan komen. Ik denk dat er verschillende momenten waren. Dus het begin heb ik echt gedacht, waar zijn we mee bezig? De geluidswanden die werden ingetrild. Tijdens corona, dat heeft leverde veel geluid op. Nu we aan het einde zijn, zie ik dat de ring eigenlijk helemaal verandert. En heb ik eigenlijk best wel zin dat de ring open gaat. Toen wij hoorden dat er een onzalig plan was om een loopbrug te maken over de ringweg, wij waren al 12 jaar bezig, hebben gezegd, dat kan niet. Dat kan echt niet. De buurt komt geïsoleerd te liggen. En toen zijn wij aan de gang gegaan met allerlei juridische procedures. We zijn zelfs 2 keer bij de Raad van State in Den Haag geweest. En alles werd afgewezen, want het was technisch onmogelijk. Dat kon niet, die tunnel moest weg. En uiteindelijk heeft de bouwer, de poortcombinatie, die kwam met het verlossende woord. Natuurlijk hadden wij gelijk, die tunnel moest blijven. Die tunnel was heel belangrijk voor de buurt, voor de ontsluiting van de buurt. En ook voor onszelf, want anders hadden wij de loopbrug achter onze tuin gekregen. En dat wilden wij beslist niet. En verder heeft Henk, mijn man, in de kunstcommissie gezeten. En heeft meegeholpen aan de keuze van het prachtige kunstwerk wat de tunnel nu is. Ja, prachtig. Ik heb er zelf natuurlijk aan meegeholpen uitkiezen qua kunst. En ik wist het van tevoren natuurlijk al hoe het er ongeveer uit zou zien. En wij hebben nog eigenlijk geen negatieve reacties gehad. Ik ben hier achter, op 6-jarige leeftijd ben ik hier komen wonen met mijn ouders aan de Laan van de Vrede. En ik heb de oude ring op zien bouwen. Hè. Dus de taluuds heb ik zien, met zand heb ik ze naar boven zien rijden. En nu, 60 jaar later, staan we hier bij de nieuwe ring. Dat is toch fantastisch? Ja, geweldig. Wat de jongens hier neergelegd hebben, is geweldig. Ja. Echt, ik ben trots op de jongens. En laten we eerlijk wezen,
Groningen is een van de mooiste steden van Nederland en die verdient dit wel. Dat is gewoon buiten kijf. Groningen staat erom bekend dat ze best een tijdje kunnen volhouden. Maar dit heeft echt enorm veel gevraagd van ons vermogen om taai vast te houden aan de doelen en om ook vertrouwen te houden. En er zijn echt wel momenten geweest dat je dacht, komt dit nog goed? Maar het komt goed. En vanaf maandag is de beloning. Dus als je vanaf maandag van Winsum naar Assen wilt, of van Leek naar Hoge Zand, of van Leeuwarden naar Bremen, of van Amsterdam naar Kopenhagen, dan sta je bij Groningen niet meer in de stoplichten. En komen we niet meer voor in de aftiteling van de vaste files, Groningen bij het Julianaplein. Maar rij je hier in één keer door en dan merk je hoe verschrikkelijk mooi het is geworden. Dus je rijdt door de stad, eigenlijk dwars door de stad, maar je merkt er niks van. En de stad merkt er ook niks meer van, dus die blokkade is weg. Ik vind het fantastisch dat het ons gelukt is. Dat we 42 kilometer weg hebben aangelegd. Meer dan 35 viaducten en dat Groningen nu zelfs een echt aquaduct heeft. Ik hoop dat er ontzettend veel mensen van gaan genieten van dit nieuwe begin. En op z'n Gronings zouden we zeggen van dit nieuwe begin. Collega's in de stad Groningen hebben vooral de betrokkenheid gehad bij het overleg en bij het maken van operationele afspraken. Ja, ik ben vooral trots op wat er gerealiseerd is. Een aantal jaren heeft de stad behoorlijk op de kop gestaan. Hebben we moeite gehad met de bereikbaarheid, hebben we allerlei overleggen moeten voeren. Hebben we goede afspraken kunnen maken, hebben we de kazerne in de Vinkhuis hebben we opgeplust. Hebben we extra mensen naartoe gebracht. En volgens mij hebben we samen heel mooi die periode doorstaan. En als je nu ziet wat er bijna klaar is en wat er binnenkort zeg maar geopend wordt. Ja, geweldig dat we dat hier in Noord-Nederland voor elkaar hebben gekregen. De reden van dat het viaduct nog aanwezig is, heeft te maken met het feit dat om het te slopen hebben we een extra fasering en afsluiting nodig. In combinatie met de faseringen die nu lopen is dat een onmogelijkheid. Want daarmee zou Groningen niet meer bereikbaar zijn en de doelstelling is Groningen blijft bereikbaar. De prettige bijvangst is dat we alle renners van de 4 mijl in oktober nog de gelegenheid geven om één keer dat monumentale viaduct in zich op te nemen. Waarna na de 4 mijl wij het viaduct kunnen gaan slopen. Ik vind het een prachtig project geworden en een verrijking voor de stad en de provincie. De stad krijgt er een prachtig park bij. Mooie kunstwerken en een prima doorstroming op het hoofdwegennet. En de aansluiting op het onderliggend wegennet zometeen. Mooi project, we zijn er trots op. Wat heeft Groningen eraan als we kijken naar de toekomst? Is dat Groningen in ieder geval voor de komende decennia toekomstvast is. Wat verkeersdoorstroming en mobiliteit betreft. Zowel op het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. En er kwalitatief ontzettend op vooruit gaat. In termen van een nieuw park hier bij het Zuiderplantsoen. En dan wat ons betreft vanuit de optiek van dit project, er gaat niets boven Groningen. Zeker niet naar dit mooie project. Fantastisch. Echt, het is een mooi project. Het was ook nodig voor de stad. Als je het oude Julianaplein nog kent, zei ik altijd in het land, bij het stoplicht linksaf. En dan vroegen ze zich af, stoplicht, ja, aan het einde van de snelweg naar Groningen staat een stoplicht. Nu ligt er een prachtige ring waar iedereen door kan rijden, ook de hulpverleningsdiensten. Maar vooral ook de samenhang, hoe ze het gebouwd hebben, de eenheid van het hele project. Optisch vind ik echt fantastisch. Groningen staat weer op de kaart. Een mooiere en aangepaste kaart. En we laten zien hoe wij voor Stad en Onderland en voor de hele regio geweldige zaken hebben gerealiseerd. Duurzaam en groen, veilig. Je ziet het aan het groen om de ringweg. Je ziet het aan de prachtige Groningen bakstenen, Utpeukel. Het wordt mooi, het wordt krachtig, het wordt sterk, het wordt veilig. Het is een project van samenwerking. Van overheden en andere partijen. Het is een project waarbij binnen en buiten de provincie ook heel veel aan getrokken hebben. Ambtelijk en bestuurlijk. En mijn voorganger Fleur Greper die er heel veel voor gegeven heeft om dit echt een best for project te laten worden met al die partners. We zijn trots op die harde werkers en wat er gerealiseerd is. Er moet nog wat gebeuren. In het Zuiderpark en een paar stukjes rond de ring. Maar dit is echt een mijlpaal voor in de geschiedenis. Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn met het resultaat, maar het is wel een heel lang proces geweest. En dat zit voor een deel in het feit dat we de ring
Groningen noemen. En zeker voor de mensen die Groningen niet kennen en het project niet kennen, die denken, ah, de ring, je hebt plek zat. Maar in feite hebben we het er met een schoenlepel moeten inpassen. Want eigenlijk lag de weg al, zeg maar, tussen het centrum en het zuidelijk deel van Groningen. En sneed daar dwars doorheen. Dus het moest er met de schoenlepel in. En dat betekent dus hinder voor de omgeving, voor de stad, voor iedereen die naar Groningen wil. Maar je moet daar echt doorheen om uiteindelijk op dit resultaat te komen. En dat resultaat is volgens mij dat we de stad verbonden hebben. Heb ik wel eens horen zeggen in Groningen. Die weg die sneed daar doorheen, die hebben we nu verbonden met een prachtig stadspark. Dus de leefbaarheid heeft een enorme impuls gekregen. En waar wij als Rijkswaterstaat natuurlijk op letten, de bereikbaarheid. Groningen was moeilijk bereikbaar met de ring. Dat was matig en daar ligt echt een prachtig modern resultaat. En ik denk dus dat we blij kunnen zijn met dat resultaat. De bestuurders kunnen dat zijn. De bouwers kunnen dat zijn. Niet alleen de grote Duitse bouwers, maar ook al die midden- en kleinbedrijven, die MKB'ers die er uit de regio die eraan hebben bijgedragen. Maar ik denk dat vooral de Groningers er blij mee kunnen zijn. En ik zou zeggen, er ging al niks boven Groningen. Dat gaat nu al helemaal niet meer op. En als Rijkswaterstaat, als DG van de Rijkswaterstaat, ben ik enorm blij dat we daaraan hebben kunnen bijdragen.